Welkom terug op ons kanaal en welkom weer bij een nieuwe video. Zoals je aan de titel van deze video kan zien, gaan we vandaag iets nieuws doen, namelijk een photoshoot challenge. We hebben op internet al heel vaak de challenge gezien om foto's te maken op een hele lelijke locatie. Maar we zagen ook bij Denise van I'm Denise dat zij een IKEA challenge had gemaakt. En die uitdaging wilden wij graag aangaan. Dus wij gaan straks naar de IKEA en dan gaan we allemaal leuke Instagram foto's schieten. Althans, dat is de bedoeling. Ik hoop het. Ja, probeer op zo'n manier te editen dat je niet echt doorhebt dat het in IKEA is. Verder gaan we jullie in deze video ook laten zien hoe we de foto's bewerken en wat natuurlijk het eindresultaat is. Dus als je heel erg benieuwd bent naar deze foto's, blijf dan vooral kijken. We zijn aangekomen in IKEA, dus let the photoshoot begin. Ik ben heel benieuwd wat we gaan aantreffen. Nou, we zijn net binnen. We hebben al meteen een leuk hoekje gevonden. Dit huiskamerhoekje is namelijk lekker licht en daardoor denk ik wel geschikt. Dit is ook wel een hele leuke achterkant, hè, ja. Van de keuken. Dus ik dacht, misschien kan je hier zo op het aanrecht zitten. Ik heb nog even een bekertje meegenomen. Ik dacht, het is misschien wel leuk voor de keukenscène. Oh, dit is voor de mensen. Dat is echt te awkward. Nog meer mensen. Oké, dit zijn enkele van de foto's. Oh. En ze zijn een beetje aan de grijze kant, maar dat kunnen we zeker wel bewerken. We zijn nu verder aan het lopen, maar op heel veel plekken staan de lampen niet aan. Ik weet niet of het... Je ziet het niet heel goed, maar het is best wel donker hier. Dus dat is gewoon geen optie voor foto's. Maar we hebben gelukkig nog heel veel IKEA om te bekijken. Dus we zoeken gewoon verder. Het is hier ook al zo donker. Ja, moet je kijken. De lampen staan niet allemaal uit. We staan nu in een leuk appartementje, maar we zitten eventjes te denken van, is dit een optie? Lijkt het allemaal een beetje niet, wat krap, ja. Of misschien het bed. Oh, dat is minder... Ja, kijk, het is wel echt heel donker. Heel donker, ja. Moving on. Het is toch hier is lekker rustig, hè? Hier is het heel rustig, maar dit is niet echt sfeervol. Maar misschien daarachter wel. Dus laten we maar even kijken. Is dit misschien een optie? Dit is wel heel gezellig. Of dat je misschien hier zo een beetje overheen leunt. Het is een beetje rommelig of ja, zo. Ja, dat is waar. We kunnen wel een poging doen dat we op de stoel zitten. Dan zien we vanzelf wel of het een succes is of niet. Oké, ik zit de foto's nu te bekijken en nee, het ziet er echt... Je ziet zeg maar echt heel duidelijk dat ik ergens in een winkel zit en het voelt niet echt als een tuin. We gaan even op zoek naar een andere plek. We hebben een heel leuk hoekje gevonden, want ik zag hier deze cupcakes zitten. Dus dat is wel heel erg leuk. Het is echt een of ander snoepkeukentje. Ja, wat is dit voor... Kijk nou, het is helemaal vol. Dit wil je gewoon in je huis hebben. Is het overal snoep? Oh my god. Zou het echt zijn? Ja, volgens mij wel, maar heel oud. Maar dit is misschien wel leuk, toch? Ja, dit vind ik leuk. Oh, wat het idee van dan halen we zo'n cupcake eraf. Maar hij zit helemaal vastgelijmd. Dat is echt wel jammer. Shit. Waarschijnlijk hebben ze die ook allemaal vastgelijmd, zodat al de kids het niet opeten. Oh ja, daar zitten mijn tie wraps vast. Oh. Wow. Nou, dan moeten we maar doen alsof. Kan je doen alsof je hem optilt? Draai eens iets meer naar het licht. Kijken. Want ik moet dit eraf knippen. Ik denk dat deze wel echt heel erg leuk is geworden. Met een beetje nog meer oplichten, een beetje roze kleurtjes, is deze wel echt heel schattig. Het is heel gezellig, ja.
hoeden. Het is wel heel gezellig, maar ik denk dat het echt heel moeilijk wordt. Ja, we moeten echt niet genoeg. Nee, ik denk dat we door moeten gaan naar een andere plek. Zo, we zijn even wat harder doorgelopen, omdat we net een hele groep mensen achter ons hadden. En die maakten heel veel geluid en het is een beetje ongemakkelijk om dan foto's te maken. We zijn wat harder gelopen en we zijn nu aangekomen op de, wat is het, badkamer en beddenafdeling, ja, denk ik. Dus deze badkamer is misschien wel mooi, maar... Het is een beetje... Ik denk... simpel misschien, hè? Ja, en het licht is heel hard. Oké, we krijgen hier een vibe. Dat het misschien heel leuk is om op kleermaker zit op het bed te gaan zitten. Ja. Dan is het een beetje boho. Heel veel labels hangen, dus dat wordt heel veel editen. Maar misschien wel heel erg leuk. En die bloemetjes vind ik ook heel erg leuk. Ja. Weet je wat we kunnen doen? Dat je dit vasthoudt. Oké, Larissa gaat nu zitten met bloemetjes in hand. Lekker spontaan op bed. En dan... Wow, wat gebeurde daar? Nou, ik ga wel even snel maken. Misschien wat meer klimmen, of je moet wat meer rechtop zitten op je knieën anders. Is meer zijkant van je lichaam? Zo, deze kant of de andere kant? Ja, die kant. Ja, wacht even. Dit plekje wel erg leuk namelijk. Wacht nog even. Waar komen die mensen vandaan? Ja, echt. Ik kan ook in het hoekje staan. Nou, het kan echt niet opvallender dat ik hier sta. Oké, ik ga het je laten zien. Je ziet wel mijn sokken, maar misschien geeft dat niet. Misschien kunnen we het afhalen. Oh, die vind ik wel deze leuk. Deze is leuk, hè? Ja. En dan wel zijkant, want de voorkant voorkomt ja, minder. Ja, nee, je hebt gelijk. We zijn een klein beetje afgeleid. Larissa is ondertussen aan het shoppen. Die heeft alweer iets gevonden. En kijk nou wat ik zag. Dit is de IKEA-tas. Super handig. Maar roze. Hoe cool is dat? Ja, ik vind hem heel cute. Ik zal hem eens laten zien. Hier hangt hij. Dat is toch leuk? Ik denk dat ik hem ga meenemen. Het is echt heel stom, want ik doe het echt puur alleen voor de kleur. En het is natuurlijk heel handig. En misschien kunnen we natuurlijk wel een leuke foto mee maken in het gangpad. Met zo'n roze ding. Dus... He? Ja, ik vind hem heel leuk. Oh, met zwart. Roze en zwart. We hebben dit hoekje gevonden. Dit is van een nieuwe collectie. Limited collectie. En het ziet er wel heel erg tof uit. Want het is een beetje marble en beton. Dus hier gaan we ook eventjes een foto proberen te maken. Ja, dat is het mooiste als je naar ik denk als we zeg maar dit allemaal wegknippen en zo. Mm-hmm. Dit is hem geworden waarschijnlijk. We hebben net het superleuke hoekje gevonden. Een beetje een soort van western-achtige stijl met van deze dingen hierboven. En zo'n skull. Kleuren zijn ook echt heel erg leuk met van die lampjes hierboven. En Tara is nu een of andere stellage aan het maken voor de timer. Want het leek ons leuk om toch nog even een foto met z'n tweeën te hebben. Volgens mij is ze klaar, dus we gaan even wat proberen. Zo spontaan. Even kijken hoe die is geworden.
Oh, ik heb die cactus heel erg voor me. Dus die moeten wij even verplaatsen. Oh, ja. En de kleuren zijn echt super cool. Heel leuk. En we moeten de labels een beetje wegdraaien. Dat is ook leuk daar. Even kijken, waar moet je de... Kan beter, maar die staat een beetje in de weg. Dus even... Ja, waar moet deze cactus heen? Naar links? Moeilijk wel. Dat is goed positioneren. En? Er kwam iemand aan, maar deze is best wel gezellig. Als, we moeten alleen dat labeltje erachter, hadden we even weg moeten draaien. Dit is gewoon zeg maar het balkon dat wij eigenlijk zouden willen hebben, maar wat we niet hebben. En wat we heel leuk, ja. Waarschijnlijk nooit gaan krijgen. Nou, foto's maken maakt hongerig, dus we konden natuurlijk niet laten om weer onze balletjes te nemen. Maar we hebben ook groentjes. Groentjes. Non, non, non. Eet smakelijk. Nou, we zijn weer thuis. Ik moet zeggen, het was best wel een challenge. Sommige hoekjes waren heel erg donker en niet alles was even mooi te fotograferen. Mm-hmm. Maar ik denk het wel is gelukt. Dit zijn de resultaten in ieder geval geworden. De foto's hebben we al bewerkt nu en we zijn heel erg benieuwd naar jouw mening. Dus laat even in de reacties iets achter welke je het leukst vond bijvoorbeeld. En laat ook in de poll achter welke foto jij vindt dat wij moeten gaan plaatsen op ons Instagram account. En over Instagram gesproken, je kan ons daar natuurlijk ook volgen. Tara kan je vinden via @tareverbon. Ik ben te vinden via @larisseverbon. En zou het heel gezellig vinden als je ons daar ook volgt. En laat ons ook eventjes in de comments achter welke apps jij gebruikt voor het bewerken van je foto's. Dus dat is heel erg leuk om misschien een beetje van elkaar wat tips te krijgen over apps die gebruikt worden. Dus laat het vooral even achter in de comments. Vergeet zeker niet een duimpje omhoog te doen en natuurlijk je te abonneren op ons kanaal als je nog niet hebt gedaan. En dan zien we jullie heel snel weer terug in de volgende video. Doei! Doei.